Hier staan ze. Daan, Colin en Mike. Drie jongeren van, hoe oud zijn jullie? Van 15. 15. Jongens die natuurlijk naar school moeten gaan, neem ik aan. Of hebben jullie op het ogenblik online les? Ja, online, maar je kan ook gewoon bij school gewoon als je hulp nodig hebt. Ja, je kunt wel dus op school terecht. De vraag die je normaal niet zo aan jongeren stelde van mensen is, wat geloven jullie nu? Nou, we gaan dus luisteren wat ze geloven. Daan, wat geloof jij? Ja, ik zou niet weten waarin ik moet geloven. Je weet het gewoon niet. Je zegt geen flauw idee. Geen flauw idee. Colin, waar geloof jij in? Ja, gewoon een beetje in mezelf en zo, maar voor de rest ook niet echt veel. En als ik het heb over een god, zeg je ik geloof in God of? Nee, niet echt. Niet echt. Mike, waar geloof jij in? Ja, ik geloof in God en Jezus. Ja. Gewoon als de Bijbelverhaal. Ja. En ik doe niet echt aan de katholieke dingen zoals elke week naar de kerk gaan, maar ik geloof er wel in. Ja. Maar jij bent wel katholiek, je bent gedoopt, je hebt de communie gedaan. Ja. En jullie, hebben jullie communie gedaan? Ja. Ja? Eigenlijk ook katholiek van huis uit? Ja. Katholiek van huis uit. Maar Mike, jij hoort iets over de Bijbel. Ja. Waar hoor je dat? Wie vertelt jou dat? Mijn moeder heeft me dat verteld. Ja. En ik heb een Bijbelclubje. En dan ga ik dan elke zaterdag, is dat dan één keer in de maand. En daar ga ik dan elke maand naartoe. En dat is een Catharinehuis? Ja. Dat is een Bijbelclubje dat door protestanten is opgezet en die blijkbaar jongeren weten te bereiken. Jongens, bedankt voor dit mini-interviewtje. Blijkbaar zijn wij mensen op zoek op weg en is er inderdaad iets te zoeken. Want we weten natuurlijk ook niet allemaal waar en hoe zit dat nou. Ik ben vanmiddag gewoon eens heel even, één minuutje, twee minuutjes, even op internet gaan zoeken. Van als je nu gaat zoeken naar het spirituele, het hogere, het geestelijke. In kerkraden, en de naam zou zeggen dat er veel kerken zijn, maar 10 zijn er ondertussen al gesloopt. Gesloopt sommige. In kerkraden tref je aan spirituele praktijken, alternatieve genezers, paranormale mediums, paragnosten, helers, kaartleggers. Mensen die contact leggen met overledenen, shamanisme, spirituele massages, tarot, magnetiseurs. Mensen die in contact staan met geestelijke gidsen, enzovoort, enzovoort. Je kunt nu niet bepaald zeggen dat mensen niet geïnteresseerd zijn. Maar lijkt dat niet heel veel op wat Paulus ontmoet op de Areopaag als hij in Athene aankomt? Daar op de Areopaag zegt hij, mannen van Athene, ik zie aan alles hoeveel ontzag gij hebt voor hogere wezens. Want toen ik rondliep en bekeek wat gij zoal vereert, ontdekte ik zelfs een altaar met het opschrift aan een onbekende god. Welnu, wat gij vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. En is dat niet wat nu zo geldt? Als we aan deze jongens zo op straat vragen, waar geloof je in? Dat een aantal van hen zegt, ja, ik zou het echt niet weten. Men is wel katholiek, gedoopt, communie, maar men weet het niet. En dan zegt Paulus, het is deze onbekende God die ik u kom verkondigen. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarop is. En ook wij willen op de Areopaag, op die plaats, deze wereld, graag dat verkondigen. Die God die er is. Mensen zijn onderweg. Nu is er iedere donderdag de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij een digitale cursus, ook onderweg. En als je intypt, hoe vind je God of hoe vind je Jezus, dan kun je op weg gaan. Op weg gaan, ik zou zeggen met Paulus. Dan kun je luisteren naar een boodschap. Het is een individuele begeleiding door een e-coach. In de buurt van kerkraden doe ik dat zelf. Of als je aangeeft dat je graag mij als e-coach zou hebben. Om op weg te gaan. Om te zoeken naar die misschien voor jou onbekende God. Die van jou houdt. Die er van jou is. Ja, die voor jou zorgt. Zelfs over de dood heen.